Nee, ik hoef God dus niet één op één zo God te ontmoeten. Maar ik zou wel graag iets meemaken dat je... Want de Hannie, ben jij gelovig? Nee, ook niet opgevoed in een geloof? Wel, welk geloof? Katholiek. Maar je gelooft nou dat er niks is. Je gelooft nergens meer in? Nee? Nee, ik weet dat natuurlijk niet. Maar heb je wel eens iets meegemaakt waaruit blijkt dat er... Dat je bijvoorbeeld, dat er iets was wat je meemaakt, een soort wonder, iets wat, waar geen enkele logische verklaring voor is. Heb je wel eens iets meegemaakt? Nee. Chris, want waar zaten de brokken beentjes? Ben jij gelovig? Nou, vanavond niet meer. Je zit er nog, Chris. Het had dan veel erger kunnen zijn. En Marielle, ben jij gelovig? Nee, niet gelovig. Nou, dus een wonder heb je nooit mee. Ja, ik heb wel een wonder meegemaakt zelf. Dus ik heb een echt wonder. Alleen, en dat zeg ik ook meteen maar eerlijk bij. Mijn wonder is niet zo mooi. Want wonderen zijn meestal mooi. Hè? Iemand die een wonder meemaakt, die kan altijd heel mooi vertellen. Dus, want er was een keer een man, vond ik een mooi wonder. Was een man, die liep op straat. En die was er eigenlijk met zijn gedachten niet zo goed bij. Die stak over. En toen voelde hij een hand... die hem zo net voor de auto wegduwde. En er was niemand. Nou, dat vind ik echt een mooi wonder. Stevie Wonder. Nee, Henk. Niet Stevie Wonder. Echt een mooi wonder. Hannie, hou jij Henk eens in het zicht, want... dus... En wat ook een mooi wonder, dat vond ik echt een mooi wonder. Er was een zonnestraal, die scheen, was bij een mevrouw. Er was een zonnestraal, die scheen binnen... in haar huis en die scheen precies op een ring die ze al 30 jaar zocht. Ja, nou, die is ook niet goed gezocht, maar... Nee, maar dat vind ik wel echt een mooi wonder. En ik heb wel een wonder meegemaakt, maar mijn wonder is zeker niet zo mooi. Het is zelfs echt een vies wonder. Het is een lelijk wonder. Alleen, er is geen enkele andere logische verklaring voor, dus het kan alleen maar van een... van boven komen, van God. Alleen het is gewoon niet zo mooi. Maar ik zal vertellen welk wonder ik heb meegemaakt. Het was kerst. Nee hoor, het was geen kerstmis. Maar er is vaak meer kerstmis, maar dat was nou niet. Het was gewoon door het jaar. Ik liep gewoon buiten. Het was overdag. Ik had een blouse aan, een broek, een jas zo tot hier... en een hele grote tas had ik hier zo om mijn schouder hangen... En ik liep eigenlijk gewoon zo op straat. Ik liep, hè, het is een soort reconstructie. Dus toen liep ik zo op straat. Toen zag ik aan mijn rechterkant zag ik zo een kledingzaak. Toen denk ik, goh, daar ga ik er eventjes kijken of er misschien iets is waar ik leuk vind. Dus toen liep ik zo de kledingzaak in. Heb ik heel eventjes maar gekeken in de kledingzaak. Ik heb niks gepast. Ik heb mijn jas niet weggezet. Ik heb alles gewoon helemaal zo gelaten. En ik had al snel gezien dat het niet echt leuk was. Dus na 2 minuten, 3 minuten, liep ik eigenlijk alweer uit die kledingzaak. Toen liep ik weer op straat. Nee, nou komt het. Toen deed ik zo. Toen dacht ik... Toen zat ik hier helemaal onder de poep. Helemaal onder de poep. En het was mensenpoep, geen dierenpoep. En omdat ik zo had gedaan, had ik het rondgesmeerd. Toen ben ik nog teruggegaan in die kledingzaak, want ik denk, dan zal ik toch geen poep aan het plafond hebben gehangen. Maar dat was niet. Er was geen enkele logische verklaring. Het was een wonder. Ja, maar niet zo'n mooi wonder. Maar toch zag ik daar de hand van God. Ik zag daar toch even God. Die dacht, gooi daar eens poep op, eens kijken wat er gebeurt. En sindsdien zie ik heel vaak de hand van God. Merk ik ook, denk ik, ja, natuurlijk doet God ook wonderen die niet zo mooi zijn. Er zullen best mensen zijn die net een hand voelden die ze voor een auto duwt. Maar daar hoort er nooit meer iets van. En ik hoef nou de krant maar open te slaan of ik denk, ja, daar heb hem weer. Het is allemaal de hand van God. Ik zag een klein artikeltje in de krant, dat was echt de hand van God. Klein artikeltje. Er waren 2 oude mensen, een man en een vrouw, 78 jaar. Die waren samen met hun camper op weg naar een camping. In Nederland reden ze op een heel klein dijkje, 's nachts, en het was heel slecht weer.
Dus twee oude mensen met hun camper op weg naar een camping, 's nachts in Nederland, op een heel klein dijkje en het was heel slecht weer. Toen zijn ze met die camper van het dijkje afgeraakt. Die oude man, die oude vrouw in het water. Dus die oude man heeft zichzelf uit de riemen, is uit die camper gezwommen, vlug naar de andere kant gezwommen. Heeft die vrouw uit de riemen, uit de camper gehaald, samen naar boven gezwommen, samen naar de kant gezwommen. Daar hebben ze heel even liggen rusten, maar ze dachten, we moeten het dijkje opklimmen. Het is nacht, het is slecht weer. We moeten, toen hebben ze in anderhalf uur tijd, die man heeft die vrouw nog geholpen, om in anderhalf uur tijd hebben ze dat dijkje beklommen, waren ze eindelijk boven op het dijkje. Zagen ze een auto komen, dachten ze, redding. Die auto heeft hun alle twee doodgereden. En dan zie ik toch God, die denkt, nee, laat ze maar gaan in het water. Ik pak ze boven op het dijkje wel. Er was een vrouw en die hadden ze in haar gezicht geschoten. Ja, hadden ze gewoon in haar gezicht geschoten. Ik weet niet precies waarom, maar goed, soms kan iemand er bloed onder de nagels van aanhalen. Dus die hadden ze zo in het gezicht geschoten. Hier had ze alleen nog maar een heel groot open gat. Verder helemaal niks meer. Dan overdag had ze daar natuurlijk iets voor, want anders dan vliegen er vliegen in. Maar ja, ze had ook zo'n vliegenstrip aan haar neus hangen. Maar vroeger gingen die mensen dood. Maar nou denkt God, nee, laat maar leven, kijk hoe ze mee omgaan. Er was een vrouw, die is ook nog op tv geweest. Dat was een Amerikaanse vrouw, die had een tumor. Die was groter dan die vrouw. Dat moeten mensen hebben gezien, was op tv. Er was een kleine Amerikaanse vrouw, die had een tumor. Die was veel groter dan zij zelf. Zij was op een gegeven moment de tumor van de tumor. Als doktoren binnenkwamen, begonnen ze vaak tegen de tumor te praten. Ja, even stil u. En wat ook zo vervelend was, die tumor die was kwaadaardig. Dus je was de hele dag aan het schelden en alles aan het opeten, nou. En niemand wou die vrouw helpen. En toen was er één dokter, ik geloof uit Canada of zo, die zei, kom maar mevrouw, ik snij het wel los. En die heeft toen bij die vrouw heel dat tumor zo losgesneden. Heel dat kwaadaardige tumor. Daar hebben ze uiteindelijk gewoon een jurk aan gedaan, dus Rita verdonk geworden. Maar nou, is dit nou nodig? Dat is wel makkelijk, hoor. Maar ja, het is wel gezegd. En, want dat vind ik wel raar. Hoe mensen met God omgaan. Mensen gaan op zo'n rare manier met God om, instellingen op.